Zo'n 132.000 basisschoolleerlingen in Nederland hebben donderdag 1 minuut aan de bel getrokken. Daarmee namen zij deel aan een landelijke actie van het Lilianen Fonds, waarmee aandacht werd gevraagd voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Ook basisschool voor speciaal onderwijs De Ommezwaai in Arnhem deed mee aan deze klinkende actie. Dat was wel even lekker een minuutje herrie maken, hè? Ja, dat vond ik wel lekker. Want dat mag normaal gesproken nooit in de klas. Nee, dat is zo leuk dat dat nou wel mag, ja. Ja. En hoe belangrijk vind je het zelf dat je naar school kan? Ja, wel heel belangrijk, want je leert veel en je komt later ook beter rond en zo, zeg maar. Want ja, ik vind dat iedereen daar eigenlijk wel recht op heeft. Of je nou blind of kromme rug hebt of gebroken been of wat dan ook hebt. Ik vind dat iedereen daar wel recht op heeft, ja. In 2000 maakten 189 VN-lidstaten de afspraak dat kinderen wereldwijd in 2015 onderwijs moeten kunnen volgen. Dat millenniumdoel klinkt natuurlijk goed, maar het is wel belangrijk om die afspraak na te komen. En daarom lieten de schoolkinderen donderdag horen dat ook leeftijdsgenoten over de hele wereld recht op onderwijs hebben. Nou, een minuutje herrie maken, daar moeten de kinderen vast heel enthousiast over zijn geweest. Nou, dat wist ik wel van tevoren, dat dat niet zo moeilijk zou zijn. Je moet het wel plannen, want dit zijn geen gewone kinderen. Hè. Dit zijn kinderen met autisme, ADHD. Dus als je dit 's ochtends doet, dan heb je ze de hele dag niet meer in de klas. Maar zo 2:50 dacht ik van, nou, dat gaat vast heel erg leuk worden. Lekker op schoolplein en zonnetje, geen probleem. Nee, dat helemaal. Daardoor waren ze hier ook al wat eerder. En dan, het is wel makkelijk deze kinderen dan wel in de hand te houden. Ja, als het had geregend, dan was het een iets ander verhaal geworden. We waren niet zo enthousiast. In hoeverre hebben de kinderen voor die minuut herrie op school daarmee te maken gehad? Nou, vandaag hebben we overal in de lessen aandacht aan besteed. We hebben wat informatiemateriaal en daar is toch even aandacht aan besteed. Kijk, het bijzondere is, wij zijn speciaal onderwijs. Dus eigenlijk kinderen met een handicap, maar je ziet het niet. Waar ze zelf ook allemaal last van hebben, ook later in de maatschappij. Maar die andere kinderen waar we het voor doen, daar zie je het wel aan. Maar het is mooi om dat bruggetje te maken. Zo van, hey, wij zijn gehandicapt, maar wij komen op voor andere gehandicapte kinderen. Een leuke dag zo. Zeker. Ja, het was al wel een leuke dag, want we hadden de CITO-resultaten thuis of op school gekregen. En dan dit als afsluiting. Nou, dat is niet verkeerd. Dankzij het Lilianen Fonds konden vorig jaar meer dan 40.000 kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden naar school of dagopvang of een cursus of training volgen. Door enkele sponsors kan voor elke basisschool die meedeed 1 kind met een handicap in Afrika naar school. En dat betekent dit jaar dus 558 kinderen.